Welkom iedereen bij deze geweldige nieuwe kerstspecial. Vandaag hebben we dus een kerstspecial. We hebben de kerstboom bij de hand en we gaan weer een wedstrijd houden voor de kerst. Vorig jaar hebben we dit ook gedaan in samenwerking met Adobe. Dat was echt super tof. We hebben hele vette inzendingen gehad. Toen moest je een kerstboom versieren in het thema van Adobe. En nu gaan we een soortgelijk iets doen. Dus het idee van de wedstrijd is als volgt. Jij gaat je eigen kerstman ontwerpen in 2D of in 3D. Dat mag je zelf weten, dat maakt verder niet uit. En de hashtag die we dit jaar gaan gebruiken is hashtag Adobe Santa Claus of Adobe. Adobe. Ik weet nog steeds niet hoe je het uitspreekt. Er zitten weer hele vette prijzen aan en daarom hebben we ook een paar voorwaarden. De eerste voorwaarde is dat je je werk instuurt op social media met de hashtag Adobe Santa Claus op maximaal 24 december. Vorig jaar hebben heel veel mensen via Twitter ingezonden, dus dat is waarschijnlijk het kanaal waar het meeste gaat gebeuren. Maar je mag natuurlijk ook gewoon via Instagram of Facebook insturen. En de tweede voorwaarde is dat je je abonneert op het Adobe Benelux kanaal. Daar zetten we natuurlijk een linkje van in de beschrijving of nu in de kart. Op dat kanaal komt ook de uitslagvideo van deze wedstrijd, dus dan ben je daar ook gelijk van op de hoogte. En de laatste voorwaarde is dat je ergens het Adobe logo verwerkt in je ontwerp. Dat zijn eigenlijk helemaal niet zoveel regels, dus we verwachten echt dat iedereen heel creatief aan de gang gaat. En we hebben dus ook nog wat pluspunten. Dat hadden we vorig jaar niet. Je krijgt nu pluspunten als je één van de volgende twee dingen doet. 1. Deel je proces online. Dus al ben je bijvoorbeeld op de helft van je kerstman, je hebt bijvoorbeeld een schets gemaakt of je zit midden in After Effects of in Photoshop, wat je dan ook hebt gemaakt, deel een screenshot desnoods met je Photoshop erbij, zodat we kunnen zien hoe jullie proces eraan toe gaat. Daar krijg je dus pluspunten voor, natuurlijk wel met de hashtag, want anders kunnen we niet zien wat je instuurt. En je krijgt nog een pluspunt als je met het nieuwe programma van Adobe werkt, genaamd Adobe Felix. Ik zal daar ook een linkje van zetten in de beschrijving. Dat is alleen voor de mensen die al een Adobe CC abonnement hebben. En voor de mensen die dat niet hebben, heb ik ook een linkje in de beschrijving gezet voor alle proeflicenties. Dan kun je Adobe 30 dagen gratis uitproberen. Dan kun je gewoon bijna alle programma's downloaden. Linkje daarvan staat dus ook in de beschrijving. Voor de mensen die niet weten wat Adobe Felix is, we hebben het al kort even behandeld in de Hoe gaat dat series. Dat is dus een programma waarmee je 3D-modellen kan importeren en dan helemaal mooi kan bewerken. Dus als je denkt van ik wil voor 3D gaan, dan moet je echt even Project Felix uitchecken. Nou, de drie prijzen, waar doen we het allemaal voor? We hebben weer drie prijzen. Ze zijn best wel cool. Nou, de eerste prijs is een jaar lang het hele Adobe CC lidmaatschap. En dan neemt de Adobe contact met je op en dan wordt dat voor je geactiveerd. Heel veel mensen hebben ook aangegeven dat ze het leuk zouden vinden om met ons samen te werken. Dus de tweede prijs is dat je een dagje mee mag lopen met Hoe gaat dat en Koffiebottle. Zodat je hier mee mag werken aan video's. Ja, dat is iets nieuws voor ons. Ik hoop dat jullie dat een toffe prijs vinden. En de derde prijs is dat je een half uur zeg maar een soort van een Skype call krijgt. Dat je allemaal vragen mag stellen over je YouTube kanaal, over je bedrijfje wat je aan het opstarten bent met ons. Zodat je daar misschien wat waarde uit kunt halen voor het nieuwe jaar. Dus dat zijn de drie prijzen. We hopen dat jullie het heel erg vet gaan vinden. En dat maakt dus niet echt veel uit. Er zijn niet veel regels. Als je niks wil missen van deze wedstrijd, moet je ons zeker even volgen op social media. Al die linkjes staan in de beschrijving. En er staat ook in de beschrijving wanneer de uitslagvideo online komt. Dus we bedanken jullie heel erg voor het kijken. Heel veel succes. En we zijn heel erg benieuwd naar alle creatieve inzendingen dit komende jaar. Jongens, heel veel succes.